Play Dota. Let's play a ranked game. Okay, ranked or pick, find match. Huppakee, ranked baby. Vanilla ranked baby. Boom 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 boom. Vanilla ranked Gaben. Oh nee, ranked Gaben. Eigenaar van Blizzard. Nee, Gaben is natuurlijk eigenaar van Valve. Hij heeft niks met de matchmaking te maken. Nee, ik wil Gaben verzoeken voor goede matchmaking. Iets zou offeren in name of Gaben. Lord Gaben. Ja, Lord Gaben. Weet je wat ik het allermooiste vind? Dat die gozer dus weg is gegaan bij Microsoft om Steam te beginnen. En dat iedereen dacht dat het verschrikkelijk zou falen. En ja, kijk eens waar Steam is ook wel. Ja, kijk waar Steam nu is. Dat is zeker waar. Ze hebben zeker een respect. Ja. Dat zeker. Maar het was altijd kut. Ik bedoel, er is niet voor niks dat er een website is Steam down. Ja, precies. Dat hebben ze wel overwonnen. Maar weet je, sommige mensen is nog steeds anders. Wat gaan we eigenlijk doen, Vic? Winnen. Maar we gaan ranked spelen, toch? Want dit is de eerste video in onze serie Road to Ranked. En of Road Through Ranked. Watchers Go Pro. Dus we gaan gewoon al onze ranked matches hebben we besloten vandaag. Die gaan we opnemen. En die gaan we op het kanaal zetten. Ja. En jullie weten toch niet of we extra wij zijn nu heel erg laag MMR. 900, gewoon beneden de 1000. Dat is gewoon beschamend laag. Dank en we gaan proberen zeg maar omhoog te klimmen. Naar het niveau dat we degelijk spelen. Dat we zoiets hebben van... Van hé, het gaat best goed. Het gaat best lekker. Them plays. Als ik eens een keer weet wat een Orchid Malvolens doet. Them plays. Zoiets. Ja, misschien zeg maar als we dit een jaar doen en 365 video's hebben geüpload. Dan weten we misschien aan het eind van de 365 video's eindelijk wat alle items doen. Weet je wat ik altijd zo leuk vind aan dat soort series bij YouTubers? Wat? Dan zie je zeg maar aflevering 1, 20.000 views. Aflevering 2, 10.000 views. Aflevering 36, 644 views. Ja, zo loopt het wel af natuurlijk. Maar als ik ooit goed mag worden. Ik bedoel, we spelen dit jaar uit toch? Oké, deze gasten video 1, 20 views. Deze gasten video 2, 6 views. Deze gasten video 3. Ik zou zeggen, het loopt juist omhoog. Dat zou ook leuk zijn. Soms heb je dat wel. Ja, dat zou wel geweldig zijn. Mm-hmm. Nee, wat ik soms raar vind is dat bijvoorbeeld een kanaal die heeft, ik noem maar wat, 500.000 subscribers. En bij de meeste video's zie je dan echt staan dat hij bijvoorbeeld 50.000 keer bekeken is. Ja. Dan denk ik van, hè? Er zijn wel heel veel mensen subscribed, maar ze kijken niet. Nee, ja. Zo beperkt dat bijvoorbeeld één spel interessant is of één ding. Ja. Weet je trouwens al wat je gaat spelen? Ik ga gewoon weer voor Bloodseeker, Bloodseeker. Doe een suggestie, zou ik zeggen. Je kunt wel blauw gaan. Wat past er bij Bloodseeker, denk je? Heb ik een stun nodig voor jou? Is die niet handig, hè? Ja, een stun is wel heel lekker, maar een slow doet ook wonderen. Dus je kunt wel drouden gaan. En anders kun je PA gaan. Ja, zal ik gewoon kijken of ik PA kan gaan en anders ga ik drouden. Ga jij meestal lekker met PA? Nee, meestal ga je lekker met drouden, hè? Ik ga lekker met niks. Neem anders maar gewoon. Ik ga lekker met alles. Neem anders maar gewoon drouden. Ik ga wel kijken, inderdaad. Want drouden ken je denk ik het best. Dat is het ding van zulke hoge ranked spelen, weet je. Als iemand anders dan PA kiest, dan weet ik wat ik moet counteren. Maar ik heb geen idee. Ja, ik heb ook geen idee. Weet je nog vorige keer dat ik die Black King Bar had gekocht? Dat ik dacht dat ik niet meer gestund kon worden en ik loop zo recht op iemand af. Accept! En ik word gewoon in één keer gestund. Dat ik ook zoiets had van, hoe kan ik gestund worden? Dit ding is toch anti-stun? Waarom? Ik snap dit niet. Ja, sommige dus hopelijk aan het eind van deze videoserie snappen we alles. Zijn we gewoon net als Baumi gewoon Grandmaster. Oh, we mogen kiezen wie we bannen. Ik wil Ricky Martin duidelijk bannen. Invisible motherfucker. Ricky? Oh, iemand heeft Bloodseeker geband trouwens. Heeft iemand Bloodseeker geband? Ja. Wat? Nee. Jawel, kijk maar. Nee, Bloodseeker is niet geband. Oh, hè? Oh, dat is van iemand anders. Oké. Okay. Oh shit, Bloodseeker is geband. Nee, iemand heeft Bloodseeker geband. Oh my god. Oké, weet je wat? Ik ga wel gewoon snipen. Dat is ook geen slechte. Daar ben ik ook best wel team. Zal ik met Sniper anders die support gaan? Aangezien maar Bloodseeker is geband. Dus ik kan Bloodseeker niet kiezen. Begrijp ik, maar zal ik Enchantress anders spelen? Ja, dat is wel een goed idee. Bloodseeker is gewoon geband. Ik ben echt vet verdrietig. Ja, dan moet ik eigenlijk voor mijn guard kiezen. Zo, het is trouwens heel lang geleden dat ik Sniper heb gespeeld.
Best wel, ja. Je bent best wel veel met Bloodsucker in de weer geweest. Ja. Maar Sniper beheers jij als ik zat geen ander. Ik zat laatst trouwens een podcast te luisteren van zo'n pro. Die dus blijkbaar heel veel had gewonnen. En die hebben ze geïnterviewd. En die zei van, luister, de truc is, je moet eigenlijk maar vier heroes heel goed kunnen spelen. Dus gewoon echt keigoed zijn in vier heroes. En dat is voldoende om pro te worden. En dan de rest... Ja, en de rest kun je gewoon een beetje aanmodderen. Ja, oh, als je maar weet wat ze doen, wat hun dingen zijn. Ik heb weer de Torte de Lini beeld weer gekozen. Torte de Lini. Gewoon omdat het zo leuk klinkt. Torte de Lini. Ja, ik kan nu nog geen beeld kiezen, geloof ik. Oh ja, hier, guides. Oh, ik ben zo blij. Weet je wat ze eindelijk hebben aangepast? Select. Starting items, speed. Weet je wat ze eindelijk hebben aangepast? Dat kon heel lang niet. Je kunt nu, als je nu items koopt voordat de game begint, kun je ze wisselen van slot, kun je ze heen en weer slepen. En dat is voor mij handig, want mijn muis heeft extra keys, en die heb ik gehotkeyed, naar mijn eerste inventory. Dus dan hoef ik niet op de letter te klikken van toetsenbord, dan kan ik een knop met mijn duim op de zijkant van mijn muis klik en dan activeert hij het item. Very nice. Yes, it's very nice. Die gebruik ik vaak voor dingen als Dagon en zo. Ik hoop echt zo dat ik niet suk. Welke lane zullen we gaan? Top. Top. Ja, maar dan heb jij geen jungle. Hier zit jungle kamp. Ja. Ja, dat ook. Maar ik bouw ook in principe geen jungle enchantress, maar ik heb nou leaning enchantress gekozen. We hebben gewoon... Maar ik moet kennelijk een windlass met extra movement speed kopen. Ik doe het maar, want... Volg de guide. Belief. Ja, daarom. Zij hebben echt vet veel betere heroes dan wij. Oh, we zijn echt fucked. Oeh. Ze hebben Templars zijn kut en ze hebben Antimages ook kut. Oh, maar ja, hun denken nu precies hetzelfde over ons, hè? We gaan echt geraped worden. Antimage eet me echt op. Oh, ik moet echt gewoon early game. Dit is het ding. Early game moet vet goed gaan. Onze Sven is level 77. Oh, gelukkig. Oké, early game moet vet goed. Kijk die MMR dan. 977 tegen 977. Ja, lukt toch. Hoe moet je iedereen zit hier achter zijn toetsenbord lijm te eten. Dat is het niveau waar we nu op spelen. Dit kan gewoon bijna niet lager. Oh mijn god, echt. Ik weet het niet. Ik hoop het dat het niet lager kan. Anders komen er namelijk nog wel nog Oh god. Ik heb nu al spijt van de belofte dat we elke ranked match op zouden nemen. Haha, ja, want misschien zullen ze ook ontzettend hard falen. Oké, onthoud deze MMR. Hierop beginnen we dus. We beginnen onder de 1000. Ja. Er gaat een moment komen in deze serie dat we boven de 1000 zitten. Ja, echt 1001. En dan verliezen we hard en dan gaan we weer terug naar 700 of zo. Als ik dan win, is het leuk. Ja. Oh shit. Oh shit. Oh yeah. Nou, we hadden Bonnerik hadden zeg maar dus nu een heel stuk voorbereid over strategie en zo. Maar aangezien we dat toch niet kennen, doen we dat maar gewoon niet. Doen we dat maar gewoon niet, ja. Helemaal mee eens. Prepare for battle. Oké. Wat zou ik kiezen? Enchant kan ik mensen mee slowen. Heal kan ik natuurlijk doen. Of ik kan een touchable. De guide zegt... Enchant, oké. Volg de guide. Weet je wat ik altijd doe met Sniper? Wil je niet voor de room gaan? Laat hem de room maar pakken. Weet je wat ik altijd doe met Sniper? Je hebt je W, en dan heb je zeg maar een soort mini-bash. Je kans om mini te bashen, met extra damage. Ja. En je hebt een E, en dan heb je kans om... Dan heb je meer range. Dus dan kun je veiliger spelen. En ik wacht altijd met kiezen, totdat ik zie wie er in mijn lane zit. Want dan weet ik zeg maar of ik die range nodig heb. Weet je zeker dat je dit wil gaan doen? Ja. Ah, nee, ik weet het niet zeker. Oh god. I mean this, yes. Mistakes were made. Kijk, nu heb ik dus gezien dat we tegen 2 melee in de lane zitten. Ja, wij zijn allebei ranged, wat op zich dus dan heb ik de extra range niet nodig, dan heb ik de extra damage nodig. Want zij kunnen toch niet mij poken. Ik kan hun wel poken. Ja. Hey Siem, dit is het moment dat mijn kap... Zeg maar, nu gaat de toeter van voorop de match begint. En dit is het moment dat mijn kat besluit om op mijn toetsenbord te gaan liggen. Uiteraard. Siem, ik weet dat je ook op toetsen wil. Je bent heel lief, maar ga maar hier liggen. Oké? Yes. Oké, lieverd. Maar damn, nou ben ik dus 200 van mijn HP kwijt. Dat was niet ideaal. Maar we hebben tango's. Ja. Oh shit, pok de creeps. We vergeten de... Oh god. Oké, misschien verdienen we deze rank wel. Ja, als je kijkt hoe we spelen. Oh nee. Pok de creeps. Nee, oké.
Ja, ik heb een Winters, dus ik zou hem in kunnen halen, maar ik doe het niet. Hun is veel beter gelukt. Wat? Oh. Nee, ze hebben een disconnect. Disconnect. God, ze kunnen misschien winnen. Disconnect, beter. We kunnen misschien winnen. En Dota heeft mij geleerd dat je je medemens nooit een kans moet geven, want ze doen het ook niet terug bij jou. Dus je moet gewoon op die F9 blijven rammen totdat je kan resumen. Ja, zo zijn de matches wel lekker snel natuurlijk. Hoppakee. Oh, is hij er weer? Fucking steenkolen Engels. Zieke blieet. Zieke blieet. Zieke Ik zie alleen de Anthem-mage nou. Ja. Oké, okay, Axe is terug. Ja, want de Axe zat in deze lane. Oké. Okay. Wacht, ik heb die laatste hit nodig. Oh, goed zo. Ik ben al niet zo snel. Pook jij de Anthem-mage maar. Ja. Dat sniper is echt weak sauce, dus ik kan niet echt poken, zeg maar, als je snapt wat ik bedoel. I understand. Ja, ik doe wel mijn best, maar... Oh. Zie je, ik doe bijna geen damage. Zo, ja. Ja, maar dit is fucking goed wat je doet. Hopen dat hij alleen blijft. Maar die Axe zal er nu wel aankomen. Ja, we moeten een beetje aan de zijkant van de lane staan. Juist. Ik moet echt wennen aan dat ik bijna geen damage doe. Zie je, dit bedoel ik. Slow hem. Wegrennen. Hij is langzaam. Goed zo. Het is leuk dat mensen nooit tegen me praten en nu ben ik iets aan het opnemen en natuurlijk praten met Steve. Mooi dan, ik heb de heal. Ah, mooi, ik heb de extra range. Kom. Pokie. Kom bij me staan. Dan kan je geheeld worden. Ah, die fucking Anthem-mage houden we nu al oké. Okay. Wat? Stil je steeds last dit? Pak hem. Ah, jammer. Oké, ik zal me focussen op de Anthem-mage. Ik vind het heerlijk hoe wij strategie bespreken en het dan wel geteld 0,1 seconde die strategie uitvoeren. Ja, dat is waar. Maar goed, jij hebt voorrang op de last hits. Pas op. Jij hebt voorrang op de last hits natuurlijk. Blok creeps. Ja, helaas. Ja, lekker Vic. Kijk, dit gaat vet goed. Ik hou hem wel een beetje op afstand, maar ik moet inderdaad geen aggro trekken van de creeps. Al maak het nu inderdaad niet uit. Pak hem! Ja, ik had de last hit. Oh, goed zo, goed zo. Pak hem. Nee, die! Ja, die! Nee. Ja! En hem! Goed zo. Ah, kijk. Je moet hem ook klein houden, hè? Ja, inderdaad. Oh, er is een missing. Mid is missing. Pas op. We willen niet gegankt worden. Ik ga gelijk even schoentjes kopen. Ik heb nog geen geld voor schoentjes, maar ik heb nou wel mijn staf. Ik heb toch een movement boost. Ik ren nu even snel als dat ik schoenen zou hebben. Kijk, Anthem heeft echt geld nodig om, uit te lopen, dus zolang we hem in de lane dwars zitten. Pak hem. Nice. Zoals nu. Komt het helemaal goed. I'm untouchable, wegwezen. Oh shit, dit ging niet goed. De creeps liepen door, dat had ik niet verwacht, zeg maar. Maar hij kan nu niet terug, want dan moet hij daar doorheen. Creeps ook op jou. Yes. Ja, je had hem, mooi. Pak die andere ook. Nice, je doet al lekker wat damage voor de... Oh, jammer. Ik had die moeten denaaien. Ja, nee, je doet al redelijk wat damage nou. Oh, jammer. Pas op. Ja, oké. Okay. Run, little Sika, run. Ik ga even TP kopen. Oké. Pak hem, ja. Ja, Sniper heeft de snelste attack... Sniper gaat wel lekker op zich. Shit. Nee, dit is zelfs de attack animation. Wie had de... Ik weet niet wie de kill had. Tegenstander. Ja, dat sowieso. Maar die doet met zijn ding op zijn kop. Ik weet niet hoe die heet. Pak hem. Ja, sorry. Ik bedoel de creep. Ja, ik wilde die wagen, maar die had ik niet. Maar Antimage is missing. Is missing. Oh, sorry. Nee, waarom Victor? Ja, ik moet een klein beetje hebben. Pak hem. Ik was zo hard mijn best aan het doen. Oh, jammer. Ah, maakt niet uit. We kunnen de toren raken. Antimage is er en hij gaat TP'en, maar als hij TP't, is geen fucking probleem. Ik bedoel, het blinkt. Ik
Kijk, terminologie 101. We moeten wel oppassen daar. Fuck. Goed zo. Yep. Fuck you. Don't be mad. Going ballistic. Pas op je. Jij moet denk ik wel goed gaan met je geld op zich. Ja, het gaat wel redelijk op zich. Oké, okay, wegwezen. Zeker. Dat vergeten we, dat als de creeps weg zijn, dat we de creeps voelen en blokken en zo. Als jij zometeen je ult hebt, wacht, als ik mijn ult heb zometeen, dan wordt het echt leuk. Ja, als jij hem vet kan outrange, is het wel mooi. Nou, ik krijg geen range van de ult. Oké, die had ik. Ik heb schoenen, mooi. Maak het mijn shoes on. Maar ja, nog steeds niemand in lane, man. Ja, ik vind het wel apart. I don't know what this is, but it's weird. Oh. Ik geef snel mijn schoentjes kappen. Mijn ding. Komt even ding komen. Ik bewaak de last hits. Oké. Okay. Hoop ik. Deze. Heeft iemand de courier al geüpgrade? Nee. Heb jij courier upgrade centjes? Help. Ren, heb je hem gesloot? Ja. Hij kan mij toch niet zo snel slaan als dat hij zou willen. Ja, dat zal hij niet gaan nog een keer doen, denk ik. Nee, dat beviel hem slechter dan dat hij dacht. Hij dacht, hé. Hey. Oh, goed zo. Oké, ik zal alleen maar voor deze last geven in te gaan. Voor deze dude. Okay. Had je hem? Die is voor jou. Oh, ah, jammer. Moet echt... Hoe meer damage je doet, hoe makkelijker het wordt. Oké, terug. Yep. Blok de creeps. Oh, wacht. Ik ren sneller dan de creep natuurlijk. Ik loop voor ze uit. Ga voor de last hit. Yeah, jammer. Yes! Oh, had je hem? Oké. Ja. Ik ben zo dichtbij. Die had ik. Die is jou. Yeah. Die is ook voor jou. Ah. Jammer. Nou, langzaam kijken we die toren naar beneden. Ja joh, gaat goed. Pas op, naar achter. Ik denk, die toren heeft nog geen enkele keer toevallig op jou geaggroed. Nee, maar dat komt omdat ik ook niet in de range sta. Want ik heb 2 levels extra range, dat doe ik altijd. Dan kan je gewoon buiten de toren van. Ja, ik moet dat net even doen dat je zeg maar de range ziet. Dat moet ik even opzoeken hoe je dat doet. Gewoon op de toren klikken. Dan krijg je een rode cirkel. Als je buiten de rode cirkel staat, dan... Baumi heeft er natuurlijk een hotkey voor, die heeft het zo ingesteld en dat vond ik eigenlijk best wel handig. Pak hem, raak hem nog één keer. Heb hem nog één keer raakt. Nope. Oké, ik had hem. Okay. Oh, Axe is missing, die komt zeker weten deze lane op. Oké, ik heb extra... Shit, dat is mijn rol. Heb jij de courier geüpgrade? Nee. Doe het. Wacht. Done. Nice. Jammer. Je had hem volgens mij. Pak hem. Yes. Juist. Oh, als je mooi, hem kan... Ik kan mijn boots afmaken nu. Oh, goed zo. Okay. Even junglen. Kijken wat hier gebeurt. Gaat het goed? Heb je hulp nodig? Wat gebeurt er? Ik wilde een creep... Oh, hier is fucking ding! Ik zie het. Ja, hij is aan het junglen nu. Dat is het probleem. Oké. Okay. Maakt niet uit, ik heb iets om de toren te pushen. Kijk, hij gaat nu... Oh shit, hij is level 7 al, hij is de jungle. Maakt niet uit, we pakken die toren wel. Pas op. Nu wordt hij gevaarlijk. Oh shit, pas op. Heal us. Oh. Oké, okay. 2 units tegelijkertijd controleren is misschien niet mijn sterkste punt. Ja, we gaan die toren wel pakken. Ja. Nice. The enemy's top tower has fallen. Oh, die enter mage, pak hem, Victor. Ja. Ik weet niet wat hij nou staat te doen, maar. Lekker. Ik kill my kill. Cool. Iemand zei wat via de Dota ding, geloof ik. Gaat het ook, ja. Zieke beard. Zieke beard. You carry with this. And you what? You what? Wauw. Zullen wij hier gebruik maken van de dingen? Ja,
Yeah. Because I need gold. Oh. And you steal this. Ik heb trouwens mijn ult. Okay. Moeten wij gebruik gaan maken? Heel me, heel me. Wacht, we gaan wel naar Shrine. Ik heal je ook, heal, maar ik heb geen mana, dus op zich is Shrine. Even vragen of mid wil. Te laat. Oh, nou ja, was ook voor AP, dus NVM. Oké, ik heb mijn boots en ik heb mijn staf, dus nu gaan we focussen op range. Ja, daar hebben we, pas op, ik ben nou iets naar achter aan het lopen voor de courier. Hij is gesloot. Iets naar achter, iets naar achter. Oké, ik doe nou ineens significant meer schade, omdat ik en mijn threats heb. En ik heb mijn ult. Fijn is dat, hè? Ja. Ja, maar dat verwachten zij misschien nog niet, dat weet ik niet. Als ik nu onzichtbaar mijn range ding zou kunnen bouwen. Ik ben benieuwd. Oh! Pak hem. Mag als je hem nog één keer raakt. Oh, nee, als helaas, je hem nog één keer raakt. Ja, dan was hij didde geweest. Maar dit ziet hij nu dus. Hij denkt ook, what the fuck. Ja, maar als ik hem nu nog. Hier, kijk. Raak hem nog één keer. Ah, die Legion Commander kwam ineens uit het niets. Ja. Oké, kijk even in de inventory anders van de Legion Commander. Ja. Kijk even of ze... Ja, Blink Tagger. Geen invis, maar het was Blink. Ik kwam ingeblinkt. Kijk, je moet een ward even dan neerzetten. Wow, ze hebben een Blink. Oké. Okay. Ja. Dat zei ik net. Als je... bent zo snel. Ik ben dan moet snel je daar een ward neerzetten. Ik raken. Oké. Okay. Probeer hem te ulten. Ja, ulten doet mij doet heel veel mana schade. Ik heb nog niet zoveel mana. Kom maar aan. Cool. Waar is die Legion? Waarschijnlijk terug naar de jungle. Probeer, dan moet je jouw woordje neerzetten. Want als, ja, als die inblinkt en taunt, dan ben ik gewoon in één keer dood. Ja. Ik heb één woord. Ja. Nog één. Ik wilde eigenlijk even drie kopen. Nou ja, ik laat er wel twee bezorgen. Ik moet iets naar achteren lopen dan. Ja, je moet meteen hier even op letten. Die woord neer gaan zetten. Ja, ik heb er daarna nog één. Hij is hier en dan daar één. Ja. Is dat op de pilaar? Of bij de, ja, bij de ding? Op dat oogje. Wil je hem anders? Ja, oké. Okay. Ja, ik ga even hier onze room pakken. Okay. Radiant structures are fortified. Hoe gaat het met de rest van ons team? Your bottom tower is under attack. Wacht even. Zet die tweede woord hier neer. Was dat bij hier. De? Ja. Oké. Okay. Weet je zeker dat je hem daar wil plaatsen? Ja, ik weet het zeker. Plaats hem hier. Want dan zie je dus niet hier bovenop, hè? Yes. Okay. Your call, Matty. Ja, die range van mij is sneaky, hè? Your bottom tower has been denied. Oh shit, hier, dit bedoel ik dus. Oh, help. Ja, daar ben ik dood. Hier kan ik niet zoveel tegen doen, man. Dit bedoel ik dus. Blink is dood. Ja, 34 duel victory damage. Wie de fuck heeft die Legion Commander zo gefeed? Ja, duidelijk. Kijk, ze kunnen me niet zo goed raken, omdat... Oké, Legion Commander 2-0. In de shizzle. Ja. Kijk, hij kan mij misschien één keer raken, hè? En daarna raakt hij mij gewoon niet meer. Oh. Jammer joh. Your middle tower is under attack. Ja, ik moet echt even wat aan mijn mana gaan doen. Ja. We moeten even... Waar moeten we helpen? Ik ga even mid. Wat gebeurt er allemaal, joh? Wat is ons team aan het doen? Welcome to low MMR, where teamplay is non-existent. Ah, het staan nog 6-7, dus kennelijk slopen we hun ook wel, maar ik kan helaas niet alleen tegen de Antimage en de Legion Commander. Ik denk dat ze hier allebei nog blijven zitten. Flats, fuck you, Antimage. Je bent in je eentje, hè? Ja. Ik ben mid gaan helpen. Oh, en dingetje is daar. Legion Commander is er ook. Ja, maar ik doe hem zoveel schade, kijk het! The enemy's middle tower has fallen.
Ik kom jouw kant op. Cool. Overigens, ik ben nog 0 keer dood gegaan. Afklop. Ik ben zo trots op je. Oh, ik ga bot helpen. Ik ga bot helpen. Oké, okay, cool. En de mage is fucking bang. Ja, shit jongen. Oh, je hebt natuurlijk je headshot. Ja, maar die axe is echt... Is je sterk. Auw. Ja, dit schiet niet op. Dit overleef ik niet. Kut. Lise Commando heeft 48 bonus damage. Your middle tower is under attack. Kan jij midkomen? Ja, want... Your top tower is under attack. Trick shot. Oeh, baby. Oh, wow. Wat een mooie blink van die Legion. Ik wist even niet waar die was. Ja. Nou, de Legion die vindt mij nu wel lekker smaken, denk ik. Want hij weet dat hij mij aan kan als hij inblinkt en duelt. Dus ik moet maar op mijn fucking hoede zijn, want... welke lane ben je bezig? Oké. Oh, oh. Ja, ik had mijn headshot gebruikt. Ik vind het niet erg als ik niet de kill krijg. Mid misschien. Ja, ik ga weer terug naar mid. Your middle tower is under attack. Your middle tower has fallen. Moet ik ook komen mid? Ja, ja. Oké. Okay. Kom maar aan. Oh ja, joh. Ja, dat spel shield. Attack speed. Altijd lekker. Ja, attack speed sowieso voor sniper is fucking epic. Daar ben jij. Oké, jij bent de lane aan het farmen. Goed zo, ik ben de... Ancient aan het farmen. Ja, die ex had... Hey. Die ex had hoop. Ja, man. Your top tower is hij is gesloten. Attack. Waar is hij? Oh, daar. Hij is teruggeblinkt. Wat? Hij blinkt in en uit? Pas op. Help! Oh, hij komt bij achterna. Yep. Nee, joh. Jezus. Kut. Ja, ik heb niet iets van de Desolator ofzo, dus ik kan weinig tegen hem doen. Met als arm. Ja. Ik dacht dat er nog iemand aan de zijkant stond. Ik dacht dat jij er niet alleen was. Ik begin een beetje, achter te lopen. Na 11-13. Oh, nee. Oh, kut. Ja, die Legion Commander, die is uit aan het lopen. Ja. Die gaat denk ik de game winnen. Your top tower is under attack. 62 duel damage. Als ik zie, wat jammer is, is als wij normaal MMR spelen, dus zeg maar als we gewoon geen ranked spelen, dan zitten we op een hoger MMR dan dat we nu spelen. En dan zie je gewoon dat hoe er gereageerd wordt op de enemy team, heel anders is dan hier. Dus je ziet nu gewoon dat zeg maar iedereen een beetje op eigen eilandje aan het zitten is. Wat in zekere zin natuurlijk wel prima is. Maar die Legion Commander die steeds over de map heen loopt en iedereen is misschien kan ik hem nou pakken. Raid. Mooi. Daar gebeurt bijna helemaal niet. Okay. That's the way we like it, yeah. Ik heb nog plus 22 movement speed. Holy moly. I'm moving so fast. Nice, the movement speed is so much movement speed. Oh no, I am super dead.
Super dead, maybe. Nou, mijn wards zijn uit, maar ik heb hier wards bij me. Nou, ik heb nu mijn. Wil je wards op dezelfde plek of hebben ze iets van. Bewaar ze even, want ik weet niet hoe het gaat. Oh, je bent er weer. Ja, ik ben er weer. Ik heb nou attack speed en ik heb mijn invis blade. Spotted. Ik heb me ook een club als ik wil, dan heb ik mijn range. Waar zou ik nu voor gaan? Misschien een Skadi. Ik wil een beetje tankier worden. Ja, Skadi kost heel veel tijd. Oh nee, wacht, ik moet natuurlijk Aghanims kopen. Ja, je moet de Aghanims kopen. Ult. Ja. En dan ben je ook gelijk wat tankier, want je krijgt wel de strength erbij. Want je hebt de strength. Moet ik het zeggen? Ik moet precies eens even op strength zetten. Ja, oké. Okay. Wat is dat? Oh, spirit wil je gewoon anders ja, hier? Laten we, ja, laten we het opgaan. Waarom niet? Fuck, mistake, sorry. Pak even een creep. Ja. Hoe bedoel je? Om mee te pakken? Ja, voor de bonus, voor de aura's. Zijn deze goed? Ja, dat is HP regen. Ik kan Templar Assassin kunnen we via de achterkant benaderen. Ik heb alleen geen slow, hè? Oké, dat maakt niet uit. Hoest niet om beeldscherm. Nee, dat gaat nu niet. Gast, wat gebeurt er? Ik dacht we gaan pakken. Ik ben invis gegaan. Oh godverdomme, ik had hem wel gehoord, maar ik wist niet dat Oh Vicky. Ja, zo gaat het niet. Het gebeurde ook echt achter je, dat was het mooie geluid. Ja. Nou, in ieder geval hebben we een woord. We zien dat Templar Assassin hier is. Misschien kan je hem pakken. Oh, ja joh. Nou, de shield is overpowered. Nee hoor. Wat gebeurt hier in de chat? Oh, het is Russisch. We zitten met Russen. Dat gaan we sowieso verliezen. Ah, zolang ze met ons spelen vind ik het niet zwaar. Maar ik hoop dat de Legion Commander niet zo slim is om Dust te komen. Dust? Dust. Dat, ja. Want nu ging ik invis en nu kon hij me niet killen. Maar als de Legion Commander slim is, dan koopt hij Dust en dan werkt hij zo. True. Die skin van Sven is trouwens wel heel erg vet. Ik heb er nog niet naar gekeken. Oh shit. Full control, alle misclicks. Ik denk ik zet mijn ult uit. Nee hoor, ik doe mijn healing. Oh! Ja, coole skin. Ja. Waar gaan we heen? Mid? All mid? Ja, blijkbaar. Big one. Ik kan ze mooier maken. Dat was een vaas met een bloem erin. Ik kan TP'en. Ja, doe maar. Your bottom tower is under attack. Fuck. Your bottom tower is under attack. Ja, jongens. Hun blink daggers, man. Tering. Ja. Mobiel. This ain't their first rodeo. Nope. Maar 1618. Weet je, hun ex ging ook dood. Ja. Roshan has fallen. Oh nee. Ja, dat is wel nee. Into the breach. Aangezien die ook pas één keer dood is gegaan. Ja. Wow. Oh. Oh. Oké. Oké, prima. Het game is steeds maar één kill. Ik ben heel benieuwd hoe deze game gaat eindigen. Mijn vermoeden is dat de Legion Commander helemaal gaat uitlopen en dat we hem niet meer tegenhouden. Want kijk, waar als alle andere heroes. Inderdaad. Kijk wat het is, waar alle andere heroes op een gegeven moment tegen een cap aanlopen. Ja, niet echt alle heroes, maar in ieder geval de heroes die wij in ons team hebben. De heroes die wij in ons team hebben. Die lopen tegen een cap aan. Als die bij level 25 zijn, dan groeien ze niet meer qua stats. Maar die Legion Commander kan blijven killen en kan wel zijn bonus erbij blijven krijgen. Dus dat is infinitely beter worden. Zal ik een ward hier plaatsen? Hoe langer de game duurt,
Ja, doe maar op je torentje. Oh, wacht. Hoe lastig waar het om... Torentje daar. Cool. Oké. Okay. Nou, ik begin eindelijk een beetje items te krijgen ook. Cool. Yeah. Kunnen we... Hey! Where are you going? Nee, ze gaan me duelen, ze gaan me duelen. Bitch. Nee, niet erachteraan, niet erachteraan. Oké. Okay. Laten we gewoon beneden hier parken. You die. Ja, je zit er onderling, cool. Nee, ik wil zeggen, je kan alleen ook nog even farmen. Dat was eigenlijk wat ik bedoelde. Oh! Oké, nee, ja, dan pak ik de jungle wel, laat het zo zeggen. Hey! Oh nee, dat is het is onze Sven. Nee, ik krijg getriggerd van die. Ja, de Lady. Hey, Legion Commander! Nee! Hier! Shit. Oh. Ik ben in de schaam. And she gone! Hier. Oh ja. Boe! Nee, don't duel me! Nee! Fucking hell. Nou ja, ik doe niks veel tegen. Nee. Your middle tower is under attack. Die Legion Commander is nu echt. Ik weet niet hoeveel dual damage, maar volgens mij doet ze inmiddels bijna 100 dual damage. Vessel gaat dood. You know what time it is. Oh jee. Your top tower is under attack. Radiant structures are fortified. Ah, ook qua torens. Nou, bot hadden we misschien meer willen pushen. Your top tower is under attack. Yep. I do not know what you say, but hey, I agree with it. Top tower has fallen. Oh, nu komen ze achter jou aan. Mag niet uit. Up. Doei. Ja, ik... Oh, jammer. Ja, ik wilde invis gaan, maar ik vergat dat ik geen items kon gebruiken als ik talented was. Wauw. Ik weet niet wat voor hero dat is die mij aanviel. Hier zie je. Ja, die... Oracle, inderdaad. Geen idee. Ik ben ook niet bekend met Oracle. Your bottom tower. Het is echt een geweldige match. Het gaat supergoed. Ja... Ik, weet je wat leuk was geweest voor de eerste video? Als we nou 61-0 waren gegaan of zo. Gewoon van ja, eigenlijk zitten we in low MMR, maar we verdienen het niet om in low MMR te zitten. Ja, dan had je nog kunnen zeggen, we verdienen het echt niet. Ja. Hoe rent het? X. Ja. Tuurlijk jongens, tuurlijk. Maar pak ze staat ook echt 1-6. Juist. Hij kan de Lise Commander wel hebben, als hij de Lise Commander alleen pakt. Zo niet. Ja. 130 full victory damage. Ja joh, ah oh, oké. Okay. Hier loopt ook een Your bottom tower. Ja, zie je, die Legion Commander. Edelus. Ik had het voorspeld, die Legion Commander houden we niet meer tegen. Mooie Legion Commander build, zeg. Oh shit. Niet op tanky, maar gewoon op damage. Your middle tower is under attack. Ja, mid. Oh, pas op. Yes. Your middle tower has fallen. Nee, dit is GG. Your middle tower is under attack. Ja, of als we ze nu allemaal hebben, dat we nog een paar torens kunnen pakken. Yes. Ik was vergeten. Ik heb zoveel Bloodseek gespeeld dat ik was vergeten hoe leuk Sniper is. Ja, Sniper is ranged, wat ik wel fijn vind. Kijk, ik ga toch te vaak dood, dus... Can we win? I don't know. Can we? Trajectory. Ik vind het wel grappig dat de enige twee torens... Hier, als je nu kijkt naar torens, hoe erg we achter staan. En dan vind ik het wel grappig dat de enige twee torens die dood zijn, dat wij die hebben gepakt voor. Uh-huh. Het is niet echt een favorable matchup, maar in low MMR weet je het nooit. Nee, ja... Inderdaad. Maar wij hadden ook wel gewoon massa met ons alleen. Ja. Ik ben benieuwd inderdaad hoe het gegaan zou zijn
als wij in een andere lane hadden gezeten. Of we misschien een Axe of een Lee Commander klein hadden kunnen mogen houden. Ik kom eraan, kom eraan. Where we okay. Return, Captain. Don't go off half cocked. Cut it. Shadow wave. Oh, here. There's a commander. Nay. Jesus Christ. Klikt ook nog eens een keertje weg. Geduld worden. Ja man. Ha! Oh, die was echt leuk. Well played. Oh, snap. Ja, maar ze blinkt ons hier. Oh shit, Animates! Nee! Fuck die dude. Bam. Juist. Nice. Oh, ik ben toch bij Secret Shop, waarom niet? 211 of 20 shrapnel DPS? 20 shrapnel DPS, waarom niet? Oh shit. Ik kon het ding doen, jammer. Plus 50 damage zou ik eigenlijk wel moeten pakken. Zo, wauw. Oh, mooie boot! Nee, toch niet zo mooi boot. Ah, die ult is echt naar gewoon. Oh, ik heb geen mana. Oh nee! Wat gebeurt er? Oh. Ik heb geen mana in ieder geval. Yes. Mana. Ah, ik heb geen mana! Wauw, jammer. Zo zonde. Moeten we gebruiken? Ja. Oh, ik zag nog een blink. Ja, ik ook. Oh, oké, okay, we gebruiken hem, ja? Ja. Dan rennen we via de sloot. Daar zijn ze denk ik met z'n allen. Oh shit. Iedereen okay, dood. Bye bye. Ja, bye bye, iedereen dood. Oké, okay, daar komen we dus niet. Pas op. Oh. Link. Doei. Oh shit, ik ren een val in. Nee! Ren Victor, je redt het! Your top tower is under attack. Oh nee! Nee! Ren maar achter mij aan, puppies. Run after me. Ja, tuurlijk. Nee! Doei! Invisible! Uh-oh. Ja, dat de Lise Commander inderdaad een Daedalus had, dat wist ik al, maar... Oh shit, kijk deze dude gaan! Okay, jongen, ja. We gaan echt straks een zakken naar 500 van de morgen. Als ze dan winnen, mooi. Oh mijn god, dat zijn wij slecht. Yeah. Ja, weet je wat grappig is? We zijn niet slecht, we spelen gewoon niet slecht. Ja, wij spelen ook gewoon slecht. Tenminste, ik speel ook gewoon slecht. Ja, wat sta jij dan? Dat weet ik zeker. Ik neem veel te veel risico's. Ik vind, ja, 3-5-7, dat valt me al mee. Jij staat 1-7-6, oh my god. Oh nee, ze gaan me pakken. Maar die Legion Commander is gewoon echt helemaal uitgelopen. Je hebt 202 dual victory damage. Met 2 Daedalus. Maar dit is wel grappig, want hier zie je dus dat je in low MMR zit. Want iedereen weet nooit 2 Daedalus kopen. Dat stackt helemaal niet met elkaar. Nee, waarom? Oh cool, ik had er 1.
Goed zo. Nee, die Legion Commander pakt me natuurlijk. Hé, hey, ik leef nog! What the fuck? Cool. Fuck! We hadden er nog één. Oh, 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 ja! Ja, Legion. Oh, wow. Cool. Ik ga even een Vlad's offering pakken. My Sparta guides me. Oké, okay. Dit is beter. Nu, hey, ik heb lifesteal, misschien kan ik nu nog terugkomen. Zou leuk zijn. Als we nu kijk, een combat maken, niet... zou wel leuk zijn. Oh shit. Kom eraan, kom eraan. De actie zag hem kennelijk niet. Maar... Zit wel uit die zon. Wat? Oh. Mooie boot, mooie boot. Alsof je eigen held. Nou, ik zag het, ja. Dus. Oh, 10% lifesteal op sniper doet echt niks. Dit is niet het effect dat ik verwacht had. Oh nee. Maar ze hebben nog geen mega creeps. Nee, we hebben nog geen mega creeps tegen inderdaad. Ik moet echt even iets hebben wat mijn damage output beter maakt. Oh, waarom heb ik de ward niet daar neergezet? Gotcha. Nee, Invis. Invis voor de Windvis. Oh, ze zijn daar bezig gekut. Tell me. Tell me about it. Oh! Kijk wat je doet. Your top tower is under attack. Shadow Wave! Oké. Sure is shooting. Everything went as expected. Volgens mij is Sniper niet echt een hero om in ranked te spelen, maar goed. Under attack. Ach. Yes. Roshan has fallen. Oh jee. Goh, en wie zou hem pakken? Ja, joh. Ik denk dat het nu wel GG is, man. Ja, waarschijnlijk wel. Maar het was ook wel... Het was enigszins ook wel te verwachten dat... de eerste video die we serieus op gingen nemen... Ja, dat zou er los te zijn, ja, ja. Oh, wacht. Ja, inderdaad. We moeten niet, als iemand ages heeft, in ons eentje daar gaan staan. Dat is niet zo slim. Nou, daar stem gelijk in. Dat is exact. We hebben ons vrij gesloopt, nee. Zo sad. Hashtag sad. Oh wow. Nu is het wachten tot hun natuurlijk weer komen en daarna kunnen we misschien wel... Hey! Sven, wat jij doen? Wat jij doen, vriend? Holy shit! Oké, geschaad. Oké! Maakt niet uit, ze is daar. Hoop ik? Nee? Oké, we hebben het niet gekregen, jammer. Zaten we wel dichter op. Wel! Oh ja, ik zie het! Ja, ze was wel invis, maar ze zat, zat in zo'n... Area of effect ja. Ding. Nice. Nee, ik dacht dat het niet genoeg was. Legion. Oh. Ja, Daedalus plus 200... zoiets. Last Cannon Legion! Last Cannon Legion! Ah, ze zit in de bosjes hier trouwens. Daar gaat ze. Nice. Back up. Pas op. Back out. Man. Dit is waarom je nooit op moet geven met Dota. I do not have the healing for this.
Oké, nu wel. Nature attend us. Oh jeetje. Geen mana, maar. Oké, ik ga terug. Wauw. Het is wel lekker, niet opgeven. Oh shit, de Crypt is ons baas aan het zo. Oh. Radiant structures are fortified. Oh shit. Yes. Oh, Legion is bijna dood. En daar is de fucking axe. Wat doe jij hier? Nee, ga weg. Yeah, dude. Yes. Your ancient is under attack. Vooruit dan. Oh man. It's not time yet! Oké, goed. Wat voor level 25? Ik moet naar de secret shop komen, maar. Ja, dan zullen we daarheen moeten. De courier is ook gekomen. Oh. Wauw. Oh yeah. Oké, ik moet naar de secret shop. Oké, ga. Ik alleen geen watch. What do you buy? Into the breach. As you say. Oké. Items upgrade. Hey. What the fuck? Oracle liep gewoon langs me. Oh, wow. Ik ga wel weg, ja? Ja. Ik ga even een hyperstel halen ook nog. Nee, wacht, of ga ik voorbij werken? Ik weet het niet. Moeilijk. Oh, ik zou lekker voor hyperstel gaan, moet je weten. Nou, als ik me één keer heb, dan ben ik gelijk de Shaak. Oh, we houden het nog best lang vol, dus had ik niet verwacht. Ja, en of het nou zinloos volhouden is, dat weet ik niet zo. We zijn net uit de stad, maar... Zo'n pakken, kom. Even snel hypestone. Oké. Kom eraan. Nice. Oké, jij hebt de last hits. Yes. Push. Oh shit, onze base. Ha. Cool. Motherfucker. Backdooring, motherfucker. Heb je slim gedaan. Oh, hij wint met de backdoor. Oh, smerig. Ah, backdoor. Smerig. Maar wel nice. GG. Cool. Dat was een aparte match. Het is grappig, hè? Hé, hey, ik heb een item gekregen. Oh, en cool. Of piercing silence voor silence. Cool. Wauw. Ik ben nu level 25. Wauw. Oké, dat was de ranked play voor vandaag weer. Wauw, wat vonden we ervan, Victor? Heb je nog gedachten? Ik vond het gewoon een hele aparte match. Ik denk dat we hebben verloren. Ondanks dat we zo zijn ingemaakt. Ondanks dat we zo zijn ingemaakt. Sorry, ik praat door je heen. Dat is helemaal niet de bedoeling. Nog een keer. Victor, wat vond je ervan? Je nee, we hebben het toch prima gedaan. Ja, nou, dat is ook mijn conclusie. 36-42 scheelt bijna niks. En ondanks dat we falikant zijn ingemaakt, hebben we toch gewoon heel lang volgehouden. Dus ja, ik vond het best wel lekker. Ja. Maar die Legion Commander heeft wel, zoals ik had voorspeld, de game gewonnen. Nou goed, dit was de eerste video in ons ranked avontuur.
En ja, bedankt voor het kijken. Als je nog niet gesubscribed hebt, ram op de subscribe knop. Ram op de like knop als je deze video leuk vond. Ram op de dislike knop als je een hater bent. Dat mag natuurlijk ook. Ja man, drop een comment als je wat gezegd hebt. En ja, wij zien je gewoon hopelijk de volgende video weer terug. Thanks voor het kijken. Tot dan!